Voorzitter, we hebben 150 Kamerleden die volgens de wet dezelfde rechten hebben. Zonder last of rugspraak gekozen moeten we het belang van Nederland dienen. Maar via het reglement van de orde heeft de meerderheid besloten dat afgesplitste Kamerleden minder rechten hebben. En voorzitter, ik heb 241.000 voorkeurstemmen gekregen, goed voor 4 zetels. 241.000 Nederlanders vertegenwoordig ik in deze Kamer. En door hun stem te laten horen over het disproportionele coronabeleid, vaccinatieschade, energiecrisis, de wooncrisis en misstanden in de jeugdzorg, etc. Maar wegens de afsplitsing van Olaf, Efraim, Hans Smolders en mijzelf krijgt BVNL nauwelijks spreektijd, amper financiële middelen en mogen we geen lid zijn van diverse Kamercommissies en hebben we geen stemrecht in de commissies. We zijn tweederangs Kamerleden dankzij ondemocratisch handelen van onze collega's. We hebben van alles geprobeerd, maar bij onze collega's krijgen we geen gehoor. Dus dan maar via deze weg, voorzitter. En ik dien daarom in de tweede termijn een motie in om afsplitsers die de kiesdrempel gehaald hebben toch als een volwaardige fractie te behandelen in het belang van Nederland. Voor de gang.